Welkom in het nieuwe Erasmus MC. Het ziekenhuis van de 21ste eeuw, waarin de zorg en de faciliteiten nog beter aansluiten bij uw wensen en behoeften. In het ziekenhuis melden onze patiënten zich aan bij de aanmeldzuilen bij de ingangen en later bij de aanmeldzuilen op de etage. Zo maken wij het aanmeldproces sneller en eenvoudiger voor u. Hoe dit werkt, laten we zien in deze film. U heeft thuis een brief ontvangen met informatie over uw afspraak of opname. Hierin staat wat u meedient te nemen. Vergeet vooral uw identiteitsbewijs niet. Bij aankomst in het ziekenhuis begeeft u zich naar een van de aanmeldzuilen. Deze staan bij iedere ingang. Wanneer het uw eerste bezoek aan het Erasmus MC is, gaat u direct naar een inschrijfbalie. Volg hiervoor de borden inschrijven. Onze gastvrouwen en gastheren staan klaar om u verder te helpen. Vraag het gerust als u hulp nodig heeft. Bent u bekend in het Erasmus MC? Scan dan uw identiteitsbewijs. Op de aanmeldzuil staat aangegeven waar u uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs kunt aanbieden. Na het invoeren toont de zuil uw gegevens, klikt u op Verder en print de aanmeldzuil voor u een dagticket. Uw dagticket laat alle afspraken zien welke op die dag voor u zijn gepland. Uw dagticket bevat persoonsgegevens. Het kan zijn dat we aanvullende gegevens van u nodig hebben. In dat geval wordt u doorverwezen naar de inschrijfbalie. Onderaan het dagticket staat de route naar de bloedafname en radiologie vermeld. Dit is alleen van toepassing wanneer er in uw afsprakenbrief is gevraagd bloed te laten prikken of langs te gaan bij de radiologie. Voor u naar uw afspraak of opname gaat, kunt u rondkijken in onze winkels, naar een van onze restaurants of plaatsnemen op het wachtmeubilair. Wanneer het tijd is om naar uw afspraak of opname te gaan, loopt u via de aangegeven route op uw dagticket naar het betreffende gebouw en etage. 15 minuten voor de afgesproken tijd van uw afspraak of opname meldt u zich aan op de betreffende etage. Bij aankomst op de etage komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen. Hier scant u de barcode van uw dagticket. Zo weten wij dat u er bent. U kunt plaatsnemen in het wachtgebied of de lounge die staat aangegeven op uw dagticket. In de wachtgebieden van de polyklinieken bevinden zich spreekuurinformatieschermen. Hierop is het specialisme en spreekuur te zien. Dit correspondeert met het specialisme en spreekuur op uw dagticket. Ook toont het scherm de eventuele verwachte uitlooptijd. Wanneer het tijd is voor uw afspraak, haalt de zorgverlener u hier op. Heeft u op dezelfde dag nog meer afspraken? Volg dan de route op het dagticket van uw volgende afspraak. U kunt zich weer opnieuw aanmelden met uw dagticket bij de aanmeldzuil op de etage van uw volgende afspraak. Bewaar het ticket goed, u heeft het de hele dag nodig. Heeft u een vraag? Er is altijd een gastheer, gastvrouw of medewerker in de buurt om u verder te helpen. Welkom in het nieuwe Erasmus MC.